don't know if this is big or if it's small. I don't know. Goedemorgen. Wow, het is nou opgestaan. Ik voel me nou niet echt veel beter dan gisteren. Keelpijn is nu op het level dat het een beetje gaat kriebelen in je keel. Maar dat je elke keer weer wilt drinken, nou, dat vind ik helemaal kut. Ik zou eigenlijk vandaag een fotoshoot hebben. Maar de fotograaf is ziek. En ik voel me niet zo lekker, dus dat is prima. Het wordt dus even een weekje later. Dat is ook gewoon prima. Wat ik zou gaan doen is mijn vlog editen. Eigenlijk wilde ik echt vet graag gaan sporten vandaag, maar het komt er niet van, want ik voel me echt kut. Ik had wel Stef beloofd om aan zijn Engelspresentatie te helpen, dus dat gaan we vanavond of zo meteen eventjes. Ik heb morgen Engelspresentatie. En vrijdag komt de single Selfish uit en daar heb ik echt super veel zin in. Ik praat er niet van, maar ik voel me gewoon echt een beetje, ik weet niet, slapjes en zo. Dus ik wilde eigenlijk vandaag gewoon een beetje video-ideeën bedenken en zo. En ja, ik ben gewend dat ik elke keer pakketjes moet wegbrengen voor hier naar het roadtrip. En dat ik dat ergens nog in mijn week moet plannen, omdat ik dat te laat doe. Maar dat doe ik niet meer, dus ja. Ik vond het wel leuk eigenlijk, maar ik moest even kleding uitzoeken nog. Oh ja, ik moest vandaag de badkamer schoonmaken. Daar heb ik echt geen zin in, maar ik denk dat het echt op mijn luchtwegen gaat slaan. Ik heb dus vet vaak dat ik zeg maar, ik kook gewoon wel vaak voor mijn ouders. Maar dan de makkelijkste dingen kan ik niet maken. Ik weet niet hoe ik een eitje moet koken. Ik zeg maar, ik weet dat je hem in het water moet doen en zo. Maar ik weet niet hoe lang. En op internet staat dan bij een groot eitje dit en bij een klein eitje dit. En dan denk ik, ja, I don't know if this is big or if it's small. I don't know. Ik ging trouwens mijn vlog editen van afgelopen week. En ben ik klaar hoor, maar... En ik heb echt 10 keer gezegd, oh my god, het is echt super, super kort vlog. Maar het was echt wel 30 minuten zonder edits werk. Uncut was die 30 minuten, dus ik weet niet. Ik ga een eitje koken, maar ik weet niet hoe. Maybe the boyfriend can help. Ja, ik heb gedoucht, hem opgemaakt, aangekleed. Ik heb net ook je outfit aan. Ik ga nu even naar de sportschool waar Stef werkt en hem even helpen met zijn Engelspresentatie. En dan ga ik weer terug. Goedemorgen, ik ben super verkouden. En als je denkt, joh, wat heb je op mijn neus? Ik had gisteren, laat ik echt twee van die... Oké, dit is echt, klinkt echt heel vies, maar... Twee van die zwarte puntjes op mijn tong. Twee van die zwarte puntjes op mijn neus. En toen wilde ik die uitknippen, maar dat ging goed. Nu heb ik ook een heel velletje van mijn neus afgetrokken. Nu ziet het uit, ik ben verbrand. Ik ga denk ik gewoon weer even een lekker eitje koken. Twee eitjes koken zoals ik gisteren had gedaan. Want dat vond ik echt super lekker. Ik haat het echt, ik ben zo verkouden vroeg. Ben, bedoel ik. Ik heb het water aangezet. Het is ook heel moeilijk praten nu. Oh, ik heb trouwens Olaplex in mijn haar graag gisteravond. Op nat haar. Dat moet ik dan vandaag ook even uitspoelen. Maar ik ga eerst mijn vlog zo editen. En dan ga ik de badkamer doen. Fuck. Zo verkouden. Echt niet leuk. Dit is echt kut. Ik was gisteravond nog even met Stef. En ik zie hem al vandaag niet. Want hij heeft school. En hij heeft nieuw werk. Alweer. Ik had toch verteld dat hij werkt bij SQ People in Zwolle. Daar werkt hij niet meer. Hij gaat nu gewoon in Zwolle ergens werken. Puur omdat het gewoon lekker dichtbij is. En daar werkt hij dan woensdag ook. Dus dan zie ik hem dinsdag en woensdag niet. Ik heb de badkamer gedaan en ik heb nog steeds dit op mijn gezicht. Dat irriteert me echt super erg. En ik heb mijn vlog online gezet. Daar ben ik heel erg blij mee, want dat moest ik echt doen. En wat wil ik nog zeggen? Stef die komt misschien nog eventjes langs, dus dat vind ik echt super leuk. Want hij is best wel vroeg uit en heeft zijn mondeling gehad van Engels en het ging goed. Dus dan kan hij nog langskomen. Niet dat het iets mee te maken heeft, maar ik ben gewoon trots. En verder ga ik vandaag... Weet ik eigenlijk niet wat ik ga doen.
Ik wil mijn villa's even schoonmaken, want die zijn echt vies. Maar ik moet in ieder geval nu even eten. Dus ik heb een bak met dit voor me staan. Ik moet echt meer eten. Dus ik hoop dat ik de hele bak leeg kan eten. En dan wil ik nog iets erbij eten. Ik had wel gemerkt dat ik, omdat ik meer op mijn voeding ben gaan letten, dat ik meer ben aangekomen bij mijn benen ook. En dat ben ik echt super blij mee. En dat zag Stef ook. En dan wil ik gewoon volgende week weer daaruit gaan sporten. Maar nu, ik weet niet wat het met mijn lichaam is. Maar ik ben gewoon... Het komt er niet van. Ik ben gewoon niet zo lekker. Dus. Will you take part in my life, my love? That is why I do. Ik heb dus een heel korte fotoshoot en ik heb een heel pakket binnengekregen van Coolcat. En er zit echt super veel in. En dat ben ik nu even aan het uitpakken. Dus jullie zien het later allemaal nog wel in video's. Jullie zien het later allemaal nog wel in mijn vlog, dat doe ik. Maar ik hoop het wel een beetje laten zien gewoon. Deze vind ik zo leuk. Dit is een sweater dress. I love it. En deze ook. Oh my god. Ik ga morgen alles even passen en dan laat ik het volgende keer jullie zien. We gaan zo avond eten. Je filmt mij niet, hè? Of wel? Film je mij wel? Stevie. We gaan zo avond eten. Goedemorgen. Nou, ik zie wel elke keer weer beeld schoon uit. Het is vandaag woensdag en ik ga vandaag meer proberen te vloggen. Ik ga vandaag mijn Coolcat kleding passen die ik heb gekregen. Alleen dat doe ik in mijn volgende vlog erin. Want het hoort eigenlijk bij de volgende vlog. Omdat ik dan die foto's heb en dan zit het gewoon allemaal in één vlog. Dat lijkt me handig. Zo, ik ga lekker ontbeten en ik zit nu in mijn kamer. En ik had echt super lang een lamp die als je die aanneemt, dan was het eerst een soort disco... licht en dan moest je mijn afstandsbediening moest je hem op wit zetten. Ik heb eindelijk weer normale lamp erin gedaan, want het was echt irritant. Ik dacht, oh, dan kan je lekker kleurtjes en zo doen en dan vanaf je bed je lamp uit doen. Maar daar is mijn lampknopje en hier is mijn bed, dus ik moet het niet moeilijk doen. Ik ga dus nu even de items passen van Coolcat. Ik ga ze nog niet laten zien. Ik kom volgende week in mijn vlog. Dat was Nienke Plaster vlog. Ik heb net een video opgenomen. Gelukkig. Ging best wel goed. 3 keer opnieuw gedaan. Maar niet uit. Ik zit nu even achter mijn laptop. Ik heb net een foto gepost. Ik ga hem even laten zien. Super leuk. En ik ga nu denk ik even nog chillen. En dan even een beetje mijn kamer opruimen. En ik praat heel zachtjes, maar ik weet niet waarom. Outfit change. Ik heb deze chillenbroek aan gedaan met dit en dit. Ja. Knutje zo. En dan doe ik zo meteen eventjes mijn foundation afhalen. Want dat had ik er nog niet afgehaald. En dan ga ik naar Stef, waar die werkt. Zeg maar, ik ga
ga naar de sportschool waar hij werkt. En dan gaan we naar zijn huis toe en dan gaan we naar eten gezellig. Ik heb mijn jas aan. Tasje bij me. Let's go. Waarom is het zo blauw? Ik ben met Stefan. En kijk, dit is het uitzicht. Wauw. En daar is de Dekamarkt. Houd. En wij gaan zo eventjes daar een kijkje nemen, want het is de nieuwe supermarkt. Die is heel super groot. Hier ligt Stefan. Dit is dus echt mijn guilty pleasure. Speculaasjes en melk. Ja, ik heb een kinies binnen van Zavool. Ik weet niet hoe het uitspreekt. Fucking leuk, want ik heb er echt super lang op gewacht. Dus ik ga ze denk ik niet aandoen en laten zien. Maar ik denk dat jullie ze misschien wel een keer in de zomer zien. En dit is niet gesponsord. Ik werk niet samen met Zavool. Maar ik vind het gewoon... Ja, ik dacht laat ik eens proberen. Ik ga naar dansen toe. En ik heb een petje op. En ik twijfel even of ik mijn oogmake-up eraf ga halen. Denk ik niet, want dan heb ik weer van wat olie in mijn gezicht. Nou, ik pak mijn tas. En dan ga ik. Doei. En nu ga ik naar boven, want ik heb ontdekt dat mijn ladekastje, waar zeg maar onderbroeken en zo in zaten, dat die gewoon naast mijn kast past. En ik had hem in mijn kast gedaan, waardoor mijn kast eigenlijk een beetje kapot ging. Dus dat heb ik veranderd en nu ga ik een beetje de rest aan mijn kamer veranderen en heel veel onderbroeken gaan uitzoeken. Want ik heb zoveel van die oude onderbroeken nog en zo. Ik krijg nou niet echt berichtjes of zo, dus niet dat ik hem nu kan horen en denk, oh daar is die. Bro, I'm not that popular. Waar is die? Ik ga zo eten en dan ga ik even douchen, maar ik hou er nooit van om eerst te gaan douchen en dan alles te gaan opruimen. I mean, that makes no sense. Ik heb wel gewoon mijn telefoon nodig in mijn leven. Dus. Ik heb me snel opgemaakt en klaargemaakt, want ik ga even snel naar de kapper. Ik was dus al laatst naar Shields geweest om mijn haar te laten blonderen, zeg maar. Gewoon verven. En daar knippen ze ook, alleen ik wist toen nog niet of ik het wilde laten knippen. En nu wil ik dat wel. Dus ik ga gewoon even bij een kapper hier in mijn dorp, waar mijn moeder dan toevallig ook gaat. Ik dacht, nou gezellig. Dus dat ga ik doen. Verder heb ik niet zo veel te vertellen daarover. Lekker maatjes laten knippen. Ziet er wel prima uit op zich. Ik probeer het echt te camoufleren steeds. Oeh, ik ben weer thuis. Maar is geknipt. Ik zal het even laten zien. Wacht even hoor. Ik ruik dat nog lekker zo naar de kapper. Deze plekjes zijn wat korter en de puntjes zijn gewoon geknipt. Dus dat is prima. Maar en ik vind het leuk dat de plekjes korter zijn. Ik heb mijn hele kast opgeruimd, zoals jullie weten. Ik wil nog eigenlijk veel meer weg gaan doen, maar ik kan er weer normaal bij. En dat was wel mijn doel, dus ik zou het even laten zien. Truien, sweaters,
of zeg maar hoodies, sweaters, gewoon zeg maar zonder capuchon. T-shirts in kleur, t-shirts zwart-wit-grijs. Denim broeken, zwarte broeken, andere broeken, gekke broeken. Korte broeken en rokjes. Dit moet ik allemaal nog gaan uitzoeken, want heel veel van deze dingetjes, ja, kak. In ieder geval, daar staan schoenen. Maar ik wil dus nog deze laag gaan uitzoeken, waar echt heel veel croptops in liggen. Dit is trouwens kapot. Deze heb ik daar neergezet en dan wil ik ze precies hetzelfde nog opzetten. Nu hoef ik alleen nog eventjes mijn bed even op te maken, dit een beetje te fatsoeneren. En dan ben ik even klaar weer voor vandaag. Ja. By the way, deze zonnebril. Oké, nu staat hij echt heel raar volgens mij. But I love it. Ik vind hem echt heel leuk. Oh my god. Jezus, ik kan niet meer praten. Selfie staat op nummer 32 in de Nederlandse popcharts. En op nummer 73, of nu 76 volgens mij, in de Nederlandse hitlijsten. Oh my god. Ik heb mijn rode wangen. Ik ga hem nog iets maken. Gekke beweging. En toen hebben we nog even op mijn gitaar getrokken. En cheese drinks gehad. Dat is een DSO. En DSO. En selfies is uit. Yeah. Goedemorgen, ik ben Stefan en ik heb vandaag dit aan. Ik zal het zo meteen nog beter laten zien. En ik ga even make-up doen. En mijn haar is trouwens geknipt. Wil je dat laten zien? Volgens mij wel, hè? Deze plukjes zijn korter. Dit is mijn outfit. Oh, daar steekt die een beetje uit. Oh nee, slecht in. Okay, so we are back now. Alex is back there. We're on the way. 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 We're on the voor, ja, zeg maar, de nieuwe choreo van Selfish. En dan gaan we nu heen. We hebben snel wat broodjes gesmeerd. En we gaan. Kijk, we hebben dus een soort pizza chips. Nou, dit was echt 4,50 bij Yamin. Maar die zijn ook echt oranje en echt vet groot. En we eten er ook eigenlijk heel weinig van, omdat je echt na een paar hapjes of na een paar chipjes ben je er gewoon maar klaar mee. Maar kijk hoe groot die is. Maar het ruikt echt, het smaakt echt super lekker. Dus ik heb net een repetitie gehad met Amy en ik doe wel even een stukje in mijn vlog. Dus dat heb je als goed net gezien. Verder gaan we vandaag sushi eten en ja. Het is niet zo'n lange week vlog denk ik. Maar nee. Volgende keer beter toch.